mensen! Ja, top dat jullie weer kijken. We gaan even wat comments bekijken. Ik heb hier allereerst van vlog nummer 422. Staat bovenaan. Multipozaune. Zonder de eerdere cameramensen te kort te doen. Maar het huidige camera- en montagewerk is van hoge klasse. Zo goed hebben we het nog niet gezien. Lijkt erop dat steeds met de hand scherp gesteld wordt, of vergis ik me? Dat is ver, weet ik niet. Het is wel autofocus. Oh. Maar dat is positief. Ja, sowieso. Als hij gewoon zijn werk doet. Dat is waar. Dat was nu klaar hoor. Leuk ook dat de stagiair een beetje loskomt. Zo hoort het ook. Eerst de kat uit de boom kijken en niet meteen bij de hand doen. Dat zijn de beste. Kan wel eens een tweede Dirk worden. En dat is een compliment. Ja, het is altijd goed om natuurlijk gewoon even de kat uit de boom te kijken en zo. In plaats van heel bij de hand te gaan doen. Want dan word je misschien wel meteen neergesabeld natuurlijk. Hè? Dus dat is altijd verstandig. Je moet je nooit meteen in je kaarten laten kijken. Q. Of een dienblad voor je cola en je frietjes. Ik zie een met de tank door de drive-thru vlog vormen. Ai. Ja, ik weet niet of dat al verstandig is. Want ik denk dat we dan wel een rekening krijgen voor het wegdek en zo. En ik weet niet dat je die poortjes wel eens gezien hebt. Die zijn best wel smal. Ja, het zou wel leuk zijn. Als ze nou toevallig ergens een keer zo'n restaurant hebben waar ze af gaan breken. Dan is het misschien wel eens leuk om te proberen natuurlijk. Ja, maar dat moet je maar net weten. Hè? Ja, nou, dan moeten ze ons mailen. Edwin van den Brink. Weet je wat handig zou zijn voor in de werkplaats, voor het schoonmaken van dat kastje, een straalkabine? Oh, wacht. Ja, dat klopt. We moeten inderdaad nog steeds een keer de schroefcompressor aankoppelen. En dus een leiding leggen en een persluchtketel en zo plaatsen. Maar ja, goed. Dan zou ik denken, oh ja, dat kastje staat er niet meer. Die heb ik al in de koepel gezet. Dan had ik dat kastje denk ik nog niet gestraald. Want dat is wel een aluminium kastje. Ja, trouwens. Maar dat ging eigenlijk wel goed. Hè? We hebben al meer aluminium gestraald. Er zit redelijk lief straalgrit in. En daar gaat eigenlijk best wel goed mee. Dus dat hadden we dan kunnen doen inderdaad. Het is ook iets dat staat wel hoog op de verlanglijst om in orde te maken. Maar het is er nog steeds niet van gekomen. En we zijn ook weer iets anders aan het bouwen. Tja. We gaan het wel heel binnenkort doen, want we blijven maar op en neer sjouwen met die kleine compressor. En dat is echt in porum. We hadden hem vandaag ook weer nodig bij het bandenmachine. Nou, we moeten hem daar weer naartoe slepen en staan weer de hele tijd in de herrie ook daar. Dus het zou wel een heel goed ding zijn om daar een keer in orde te maken, ja. Postvlog 74, de reacties. Master Milo vrouwenkalender met Sharon op de koffer, zegt Frank Nijhuis. Ai, dat weet ik niet of Sharon dat ziet zitten. Ik kan het natuurlijk wel voorstellen. Bram 15. Geef hem eens een broek en een trui, Emiel. Hey, we hebben geen speciale werkbroeken. Maar we hebben wel sweaters uitgedeeld. Hè? Dus dat is gelijk geregeld. Bak Duvel. Ach, Sharon, mannen met een sixpack is allemaal nog niks. Ik zelf ben al veel verder. Ik heb al een heel vat hangen. Ja, dat heeft natuurlijk direct te maken met die een bak Duvel, denk ik. Ja, ja. Lekker hoor. Hey, bedankt voor de comments. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.